eigenlijk een heftig conversation. Ga er met die fucking door. Doe het met de loopvinders dood waar ik vandaan kom en die zwaarvinders gedoen. Ga doen het bij de kan. Nee, wel. Ben jij nog, als je er klaar? Oké, jij hebt jouw punt gemaakt. Sorry, dames. Sorry, ik was een beetje zo even te klaar bij de Truth Commission. Ons is raarig fucking jammer. Maar ik zie met die Afrikaanse, je hebt niet een clue waar ik gepraat. Nee, nee. Oké, okay, bijvoorbeeld. Je hebt ook niet een clue waar je is, niet. Zoals ze zichzelf praat. Nee, wat ik zeg, die Engelse ouders gaan, jullie het fucking rugby uitgevind. Nee, ons het niet. Afrikaanse mensen, ons vindt niet kak goed zoals rugby uit. Dit is te complicated. Ons houdt het eenvoudig. De enigste sport wat Afrikaners ooit uitgedink het. Jukske. Je hebt een stok en een stok. Je gooit die stok met die stok. Fucking awesome. Kom eens gaan braaien. Ons het te ver gevat. Obviously, soos elke goeie idee, vat mens alles te ver. Toe die Afrikaners een land kry om te regeer, toe sê soos, okay, ouwens, wat ons doen in die klasse systeem? Van die Engelse, wat hulle noem indigen, lower class, upper lower class, lower middle class, upper middle class, high class, royalty. Dis soos, ouwens, kan ons gaan verswart en wit. Ja, meneer van Skalkwyk, maar wat van die colors? Wat van was nie ek nie, alright? Dank dat jullie ons hier zo heet. Het is mij baie lekker om weer in Pretoria te wees. Ik het hier zo geblij 10 jaar terug. Het is een rare nice dorp. Zeg jullie zelf een ronde applaus. Nee, die dorp is ongelooflijk. Jullie mensen kan oor enige iets kom. Het is amazing, maar jullie... Nee. Kijk dan net de hond verwijs als enige iets. Kijk dan jullie is. Nee, ik zal niet met kap komen. Dis jou werk. Die ding is, jylle is redig easy going. Mense gee Pretoria te veel kak. Maar, mens mag nie aan jylle rugby vat. Redig, rugby is untouchable. En ek moet sê, geskiedenis en godsdienst ook. Rugby, geskiedenis, godsdienst. Ek het een keer die fout gemaakt om een joke te begin met so Joost van der Westhuis en Della Ryan Moses loop in een baan. Maar ek moet sê, jylle mense in Pretoria, jylle kan trots wees op die blauwbulle, want allemaal, as ek jokes maak oor die blauwbulle, ek sê altyd, ek wil hierdie klein eavesdropping device in die blauwbulle se locker room gaan sit, want ek gaan nooit weet hoe dit voel nie. Ek meen, ek gaan nooit weet hoe dit voel in die kleedkamer van Loftus voor een groot super rugby of Currie Cup final nie. Laas jaar het hulle ook. Maar die ding is, ons gaan nooit weet hoe dit voel nie, ek strei nie. Maar imagine as jy so 2-3 jaar terug, toe die bulle hierdie super span gehad het. As jy een klein microfoon gaan wegsteek het ergens daar so, en jy kon hoor die ouds mekaar voor die tyd sê, ek meen jy hoor hierdie geluid van rugby talks op cement en hierdie diep stem wat gaan, hey Victor, lekker boek, wie het om vir jou geskryf? En jy hoor hierdie ander stem wat gaan, ek het om self geskryf. Wie het vir jou gelees, bakkies? As jy nog iemand vir bakkies boot al ken, dit is net een grap, he? Nee, rare. Die bakkies boot al nog rugby gespeel, het allemaal gaan, ons bakkies moet oppas, hulle gaan om fucking vir levenslang scores, kak man. Bakkies Boota is in 2004 al levenslang geskoors. Allemaal was in het net te bang om het vol te sê. En ek kry nie rugby nie. Ek moes rugby speel op school. Ek was in een klein schooltje, rarig, Ventersdorp. Fucking, nee. Ek was in die span. En weet julle wat van die rechte school afkom noem het die eerste span? Ventersdorp, die span. Al 13 ouders in die school, die twee girls wat uitwerk gevat het. Speel as jy in hierdie kringiekie daar achter, en as jy nou in die middel wat aapkak gaan, en jy is hier om en hy sê, raad ouwens, ons gaan uitgaan vandag, ons gaan hulle opfok, ja? Ja. Take no prisoners, ja? Ja. Ons soek fucking bloed, ja? Ja. Oké, kom ons bid saam. En ek het rugby oefening gehad. Want met rugby oefening moet jy die hele tijd om die baan hardloop. En nou kyk, meeste ouwens, as dit 17 of 18 is,
lyk gebou soos 'n baksteen kakhuis. Ek meen dis ons. So hulle draf daar, hulle lyk soos kondome vol klippe en ek kom agterna wat lyk soos 'n kondoom vol water. So ek het my nie gevind en dit was nie fucking rugby nie. Ek werk in TV, ek wil regtig, ek probeer goeie TV maak en ek kry dit nie reg nie. Ek mis goeie TV. Onthou enige van die ouer mense, onthou julle die TV reeks Animated met die naam Maya the Bee? Ja. 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 Dit is jonk. Jy weet, dit was goeie TV. Maya the Bee was vertaal, maar ons het tenminste in Afrikaans Willy Wally gehad. Ek ken Willy Wally. Ek het nou onlangs my hare gesny om meer soos Benny Boekwurm te lyk. Hierdie ek het die moes 'n lang hare gehad en almal was soos en, wat's op in die lang hare? En ek het nie 'n verskoning gehad daarvoor nie, maar ek moes dit sny want ek begin bles word. En ek weet wat wil jy doen met 'n bles en 'n ponytail? Fucking Vodacom ad.